In deze videoserie gaan we het hebben over de omgangsvormen in golf. Om je te helpen op een ontspannen manier te golfen, zijn dit de 10 gouden tips. Ha, Barbara. Hey. Goed dat je er bent. Hey, een hartstikke op tijd. 10 minuten. Zo, leuk om je weer te zien. Hoi. Wij gaan het vandaag hebben over het speeltempo. En een van de basisregels om een prettig speeltempo te krijgen, dat is aansluiting houden bij de flight voor je. Want als alle 18 flights dat nou doen, dan stroomt het lekker door in de golfbaan. Wat heb je allemaal in je broekzak zitten? Ik heb een bal, een extra bal en wat tees. En wat zou je denken van een pitchfork? Die zit nog in mijn tas. Als jij je pitchfork pakt, dan sla ik vast. Is dat goed? Ja. Oké, houden we lekker het tempo erin. En ook niet meer dan 2 oefenswings, dat is meer dan genoeg. En dan houden we de vaart erin. Nou, oké, daar gaat-ie. Oh, prachtige bal. Maar hij is wel goed. Nou, zeker. Zo makkelijk is het. Laat me zien. Oh, ho, ho, ho. Ja. Die is diep in de bosjes. Nou, ja. Sla nog maar een bal. Ja. En dat noemen we een provisionele bal. De Belgen zeggen dat heel mooi. Die zeggen een voorlopige bal, dan snap je het meteen. Ja. Je tweede bal, die sla je. Dan gaan we zoeken. Mm-hmm. Niet te lang zoeken, vinden we hem niet. Dan ga je door met de tweede bal. Kost je wel punten natuurlijk dan, maar ja. Het zij zo. Oké. Yes! Ja, is goed. Ja, mooi zo. Toppetje. Nou, Barbara. Ja. Even een beetje, heel klein beetje zoeken, maar geen uren. Want dat is, het barst hier van de brandnetels en de distels. Ik ga er ook niet in lopen, hoor. Nou, ik ook jij wel? Niet. Nee. Nou, dat heeft volgens mij geen zin. Nee, ik zou doorgaan met je provisionele bal. Ja. Met je voorlopige bal, zoals die heet. Oké. Ah, wel een strafpunt. Maar... Ja, dat ligt daar voor 3. De afslag, nieuwe bal en de slag. Ik heb wel eens een bal gehad, die ligt er dan voor 6 of voor 8. Als het niet goed gaat, en dan kun je hem ook eigenlijk maar beter oppakken. En gewoon even uitholen of zo. Oké. Nou... Ja, en waar chip je normaal mee? Met de P. Met de P, nou, die heb je al vast in je handen. Die had je daar ook al kunnen pakken. Dat scheelt allemaal een beetje in het tempo. Chip hem erin, dan heb je nog een bogey. Op de green, hoe dan ook. Oké, Barbara. Nou, we zijn voorbij de green gelopen, terwijl we nog moeten putten, naar het... bordje next tee. Nou, dat heeft als voordeel dat als we klaar zijn met putten, dat je niet weer terug hoeft te lopen naar je tas. Mensen die daar dan staan te wachten, die kunnen dan niet spelen. Die moeten dan echt wachten tot jij van de green af bent. Dus is dat veel efficiënter. Dan kun je meteen vanaf de hole, steek je meteen hier naar de karren. Dus daarom zetten we de karren hier neer. En dan gaan we nu putten. Yes! Kijk, dat is mooi, hè? Mm-hmm. Wat is je score? 5. Oké, nou dat gaan we invullen op weg naar de volgende hole. Want dan is de green lekker leeg en dan kunnen de andere mensen die kunnen spelen. Dag. Hey. Wat is de marshal? Wat is de marshal? De marshal die is er om je te helpen. En een oogje in het zeil te houden. En speeltempo bijvoorbeeld ook in de gaten houden. Als er een gat valt tussen 2 flights, dan kan hij... Die ene flight manen van nou, lopen ze door of hij kan advies geven over, nou misschien moet je gewoon een andere flight even doorlaten, dat soort dingen. Nou Barbara, dat was het dus voor vandaag wat betreft speeltempo. Oké. En dus als je de tips die ik net gegeven heb opvolgt, dan hoef je helemaal niet te haasten. En dan kun je toch lekker rustig spelen en dan voelt iedereen zich prettig. En dat is de bedoeling van dit spelletje. Oké, top. Vul nu de quiz in over prettig speeltempo op mijngolfpaspoort.nl om te kijken of je alles helemaal goed begrepen hebt.